a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. Arnhem, hoofdstad van Gelderland. Een stad die leeft, bruist en waar mensen in beweging zijn. Ik ben benieuwd waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Waar gaat u naartoe? Everybody got the reason. Everybody got the way. We can tell each other secrets and remember how to love. Goedemiddag. Hi. Mag ik vragen waar je naartoe gaat? Papendal. Ja, sportcentrum. En wat brengt u bij Papendal? Mijn vader werkt daar. En wat doet hij? Hij is fysio. Fysiotherapeut, ja. Oké. Okay. Gaan we even samen lunchen. Oh, wat leuk. En heeft hij een bepaald specialisme of zo? Voor de sport? Ja, topsport voornamelijk daar. Ja, maar heeft hij een bepaalde discipline voor spieren of een rug? Of... Ja, hij is gepromoveerd in, als ik het goed zeg. Knie en enkel. Oké. Okay. Hey, en je zegt, ga met mijn vader lunchen. Woon je niet meer thuis? Nee, ik woon in Amsterdam. Daar studeer ik. Dus ik ben al 3 jaar het huis uit. Wat, is dat erg voor mijn vader? Ja, ja. Ik heb nog een zusje, die woont nog wel thuis. Ja. Maar je merkt wel dat het iets fijn vindt als ik soms nog even thuis kom. Natuurlijk. Waar ben je gaan studeren? Creative Business heet het. Dus communicatie met grafisch ontwerp. Oh ja, is heel creatief. Ja, heel wat anders dan wat mijn vader doet. Ja. Hey, bevalt het? Ja. Je woont 3 jaar in Amsterdam, maar ben je ook derdejaars dan? Of? Nee, eerstejaars. Oké. Okay. En je bent ik op kamers gegaan? Ik heb van studie iedere keer, dus... Maar dat kan toch... Want jij deed eerst wat anders, maar dat viel niet. Want hoe jong ben je? 21. Ja. Maar ik heb nog alle tijd. En ben je een Arnhems meisje? Geboren hier? Ja, ik ben hier wel geboren. Maar we zijn heel veel tijd naar Doesburg verhuisd en toen weer terug naar Arnhem. Dus Een beetje Arnhems meisje. Ja. Maar ik zeg hier, wel. Hier ook opgegroeid qua school en ook stappen? Ja, natuurlijk. Ja. Maar ja, Amsterdam is natuurlijk wel... Ja, ik ga dus bijna nooit uit in Amsterdam. Nee, dat hoeft toch ook helemaal niet? Want heb je een partner of zo? Maar je hebt ook geen... Gewoon hapje eten is ook leuk of zo? Ja, dat vind ik leuker. Ik heb gewoon... Soms dan ga ik met vriendinnetjes uit en dan is het superleuk. Maar de andere keer hebben wij zoiets van... Nou, we gaan gewoon lekker thuis. En dan komen 9 van de 10 keer komen we gewoon niet meer thuis weg. Dat is toch heerlijk? Een paar flessen wijn erbij? Of, ja, precies. Dan hebben we er alweer genoeg op. En wat zijn je wensen voor 2019 of voor de toekomst? Nou, ik denk even wat meer stabiliteit brengen. Want ik ben nogal chaot. Dus ik moet Hoe komt dat? Ja, dat is gewoon mijn eigenschap. Dat is echt een eigenschap. Maar waar gaat het dan eventueel mis? Want het is ook wel een mooie eigenschap. Nou, ik wil heel veel dingen tegelijk. Okay. Dus ik denk, als ik hier aan begin, dan kan ik dat ook doen. Ja, dan maak je het allemaal niet meer af. Dan maak ik inderdaad de helft niet meer af. Ik wens jou veel prettige lunch. Ja, leuke, lekkere lunch met je vader. Dat doe je op Papendal zelf? Ja, in Arnhem Hall. Dus daarnaast zeg maar alle topsporters zelf ook eten. Doe er goed even aan. Lekker tussen zitten. Ja. Dank je. Succes. Dankjewel. Dankjewel. Succes. Hi. Goedemiddag mevrouw. Goedemiddag meneer. Waar gaat u naartoe? We gaan het centrum in. En ik zie volgens mij, denk ik, 2 kleinkinderen. Ja, klopt. En die hebben natuurlijk nog vakantie. En wat gaat u doen in het centrum? Nou, we gaan in ieder geval zo eerst maar even naar de speelgoedzaak. Dat is belofte. Is er iets te vieren dan? Of? Nou ja, vakantie is toch vieren, of niet? Ja, eigenlijk is elke dag. Ja, elke dag leuk. Feest. Dus je gaat wat uitzoeken voor de kleinkinderen? Ja, nou ze weten wat ze hebben wil hoor. En jij ook? Niet echt nog. Nee, oké. En u bent er ook bij. Ja. En u heeft een zonnebril op, mag ik vragen? Ja, ik moet wel. Ik ben vanmorgen aan mijn ogen geopereerd. En kunt u nu alweer rondlopen? Na staar, ja. En dan kunt u nu alweer rondlopen? Ja, nou ja, met een zonnebril. Ja, maar je mag niet bukken, denk je zo? Geen druk op het gezicht? Nou, dat is niet zo erg. Het is meer het licht. Oké. En bent u poliklinisch geholpen dan, zeg maar? Ja, poliklinisch, ja. En ging het goed? Bij de Bergman Kliniek. Oké, nou, dat ga ik gelijk vergeten. Maar ging het goed? Ja. Het ging prima. Ja, nee, het effect is goed. Oké, want je kunt de troebel is nu minder. Ja. Okay. Aan één oog naast staar, dat is vuil van de staaroperatie. Ja. Vandaar naast staar, ja. Nou, ik hoop dat u 2019 wel gezond ingaat. Ja, we blijven bewegen. Ja. Ja? Ja. Wat doet u voor sport? Spinning. U doet spinning? Ja. Ah, ken ik u daarvan misschien? Ja, we zijn bekende. Ja, nou zie ik het. Ja. Nou, wat leuk. Nou, ik hoop dat uw ogen snel herstellen. Ja, dankjewel. Hij heet Jan. Wat zeg jij? Hij heet Jan. Oké, Jan? Jan, dat is een mooie ouderwetse Hollandse naam. Ik wens jullie heel veel plezier met Open Oma. Dankjewel. En zoek wat moois uit. Ja. En heel mooi 2019. U ook. Tot ziens, en bedankt hè. Ja, en beterschap hè. Dankjewel. Tot ziens. Dag.
mooi. Applaus, applaus. Bijzonder. Mag ik vragen waar je naartoe gaat? Ik ga straks weer terug naar Nijmegen. Lekker naar huis. Dus. Je komt uit Nijmegen? Yes, ik kom ook naar Nijmegen. Ben je daar ook geboren? Nee, ik ben daar niet geboren. Maar je woont er? Ja, ik woon er nu wel. En wat brengt je nu in Arnhem? Even gezellig koffie drinken met een vriendin van mij die ik al een tijdje niet gezien had. Je hoeft niet te werken of studeren? Normaal gesproken studeren wel, maar gewoon even vrijdag nu. Oké. Okay. Dus. En wat studeer je? International Development Management in Velp. Dat is een HBO, een MBO? HBO. Oké. Okay. Leuk. Ja, de Ham, op de Ham. Nee, van Hal Arendstein. Oh ja, dat is in Velp. Yes, Velp. Hey. En dan speel je zo mooie muziek? Ik speel heel graag muziek, Je zingt ook mooi, maar ben je daarmee opgegroeid? Of? Mijn ouders hebben me altijd de keuze gegeven om te doen wat ik wilde. En ik speel piano vanaf mijn 8e, dus dat is nu... Heb ik les gehad en altijd? Ja. Ja. En wat kun je beter, zingen of spelen? Dat vind ik een lastige. Ja. Het ligt ook een beetje aan de nummers, maar ik... Het was wel mooi, die combinatie, want het is best moeilijk om jezelf te begeleiden, volgens mij. Ik heb het eigenlijk best wel altijd al gedaan. Leuk. En het gaat vanzelf. En was dit een nummer van jezelf of een bekend? Nee, dat is een nummer van Christina Perry, I believe, en dan Human. En jouw Engels is ook goed, volgens mij. Op zich wel, ja. Ja, maar je bent niet Engels. Nee. Maar jij bent ermee opgegroeid, waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja, ik niet. Dat geeft ook niet. Maar, oké, okay. En toen jij 10, 15 was, dacht je, ik ga die kant op wat je nu doet in Larenstein? Nee, dat nog niet. Dat heeft me even gekost. Ja. Ik heb wel VWO gedaan, dus ik was 18 toen ik klaar was. Waar? Waar heb je VWO gedaan? Liesjes? Nee, ik heb in Breda. Oké. Okay. Dus, maar je woont nu in Nijmegen. Ik woon nu in Nijmegen. Dan heb ik 2 jaar nog op de Unie gezeten en toen uiteindelijk toch besloten HBO te gaan doen. Oké, okay, en wat deed je op de Unie voor studie? Geografie, planologie en milieu. Nee, dat was het niet helemaal. Dat was het niet helemaal. Dus je woont op kamers nu ook? Ja. Ja, ja. En nu dit in Velp. En dit bevalt goed? Dit bevalt erg goed. Ik wil het ook later iets meer wat doen. Kun je ermee noemen ze voor? Ik wil heel graag mee de consultancy ingaan op duurzaamheidsgebied. Hard nodig. Zeker. Ja. Hey, maar, en dan ook nog lekker piano spelen? Jazeker. Dat komt helemaal goed. Kan ik mijn eind kwijt. Nou, dankjewel voor het gesprek en speel lekker door. Ja, dat doe ik zeker. Doei. Bedankt hè. Goedemiddag mevrouw. Goedemiddag. Ik hoorde net dat je was met iemand aan het praten, maar die had haast. Maar jij zei... Ja, mijn advocaat. Jouw advocaat. Mag ik eerst vragen, waar gaat u naartoe? Ik ga nu naar huis. Maar u had een gesprek met een advocaat? Ja, ik had een gesprek. Oké. Okay. Voor iets voor uzelf? Ja. Ja, daar gaan we maar niet over hebben. Nee, het is privé. Sorry. Ja, dat snap ik. Ja. Maar u zei ook van, ik kijk wel eens naar het programma. Ja. Wat leuk. Ben je een huismeisje? Ja, ik kom uit Arnhem. Geboren ook? Ja. Maar ik zie wel een hele mooie uitstraling. Ja. Dus je ouders, je oorsprong ligt ergens anders, of niet? Jawel, ja. Mag ik vragen hoe jong je bent? Hoe jong denkt u? Ja, dat vind ik heel lastig. Ik denk ouder dan ik in eerste instantie denk. Dus toen ik je zag staan, dacht ik, nou, misschien rond de 22, 20. Oké, dank u wel. Maar? Nee. Of 9 maanden 18. Meen je niet? Ja, meen je. Dan komt dat je heel wijs overkomt. Oh. Ja. Ja. Ben je pas 18? Bijna 18, ja. Je komt heel wijs over. Ja, dank je wel. Wat doe je precies? Ik doe MBO-opleiding. Wat voor opleiding? Zorg. Wat leuk. Ik kwam net ook al iemand tegen. Van, en dat doe je bij Rijn-IJssel? Ja, Rijn-IJssel de 18. Hoeveelste jaar is? Eerste jaar doe ik niet. Leuk? Ja. Druk ermee. Valt het tegen? Jawel. Nou ja, soms wel, soms niet. Tussenin. Hey, en woon je op kamers of woon je nog thuis? Nee, ik woon met mijn moeder en met mijn dochtertje thuis. Met je dochtertje? Ja, ik heb een dochtertje. Zie dat? zie daarom schat ik je 22. Niet qua uiterlijk, maar ik zie gewoon... Je bent al moeder? Ja, ik ben een mama. Hoe is dat? Goed hoor. Alleen ook druk thuis. Ja. Maar jij, als jij naar school moet, dan zorgt je moeder dan... Oma, ja. En is het dan bij je dan al in één keer volwassen? Jawel. Ik voel me wel iets volwassen hoor. Ja. Is die jongen of een meisje? Het is een meisje. Hoe heet ze? Manoa. Mooie naam. Dankjewel. Ja. Maar je bent wel, het is wel gelijk serieuze hap. hè? Ja. Je moet gelijk opvoeden. En, terwijl je zelf eigenlijk slechts 18 lentes oud bent. Ja, dat doe ik vaak hoor. Ja, maar geen spijt van?
Nee, geen spijt van. Dat is een rare vraag misschien, maar... Nee, ik hou heel veel van haar. Dat snap ik. Ja. Ik ben zelf ook vader van... Ja, wij mogen twee dochters hebben. Dus dat is ook heel mooi. Maar jij bent wel jong. Maar ja, aan de ene kant heeft het voordelen natuurlijk. Je bent wel jong moeder. Ja. Ja. Dat zijn voordelen, ja. Wil je nog iets kwijt in ons? Nee, ik wens jullie veel succes. Ja, en ik wens jou ook heel veel plezier met je dochtertje. Dank u wel. En met alles wat je gaat doen. Ja. Bedankt. Een fijne middag. Jij ook. Everybody got the reason, everybody got the way. We can tell each other secrets and remember how to love.